De Oostvaardersplassen. Een prachtig stuk natuur tussen Almere en Lelystad. Hier vind je een enorme variatie aan leven. Van klein tot groot. Van libelles tot hekrunderen. Van koolwitjes tot koninkpaarden. En vooral vogels. Heel veel vogels. Met zijn moerassen, open water en voedselrijke grasvlakten is het gebied een echt vogelparadijs. Talloze vogelsoorten leven hier. Ze leggen hier hun eieren, ze broeden en zien hun jongen opgroeien. Maar je vindt hier ook vogels die het gebied tijdelijk gebruiken als tussenstation op hun trek, van het noorden naar Afrika. Internationaal gezien is dit gebied zo van belang dat het is opgenomen in Natura 2000. Dit is een Europees netwerk van beschermde topnatuurgebieden van de Europese Unie. De Oostvaardersplassen heeft een bijzondere geschiedenis. Bij het droogleggen van Flevoland lagen er in eerste instantie plannen klaar om hier industriegebied te maken. De ontwikkeling van de industrie liet echter een tijd op zich wachten. Ondertussen ging de natuur hier gewoon zijn gang en er ontstond spontaan een stuk wildernis dat veel water- en moerasvogels aantrok. Al snel wisten ook kleine zoogdieren en insecten het natuurgebied te vinden. De Oostvaardersplassen is primair een vogelgebied. Om te zorgen dat de leefomstandigheden voor vogels optimaal blijven, is beheer nodig. Dit wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer voert hierbij het beleid uit van de provincie Flevoland. De provincie heeft plannen gemaakt voor het behoud en ontwikkeling van de natuur en van de natuurbeleving in dit gebied. In de Oostvaardersplassen komen onder andere heel veel bijzondere vogelsoorten voor. En die vogelsoorten willen we graag behouden. Die staan ook opgenomen in het Natura 2000 beheerplan. En als we de natuur gewoon zijn gang laten gaan, dan kunnen die vogelsoorten verdwijnen. En dat kan natuurlijk niet. Een voorbeeld van een maatregel om vogelsoorten te behouden zien we terug in het moeras. Ganzen eten hier blad en wortels van het riet, waardoor veel riet verdwijnt. Moerasvogelsoorten die in het riet leven raken zo hun leefgebied kwijt en hebben geen veilige plek meer om te broeden. Normaal groeit het riet in de zomer weer bij als het waterpeil daalt. Er ontstaan dan slikvlaktes. Rietzaadjes groeien daarin uit tot nieuw riet of het riet breidt zich uit via de wortels. In de Oostvaardersplassen lukte dat afgelopen jaren niet, doordat het waterpeil constant hoog was. Rietzaadjes kwamen daardoor in het water terecht in plaats van in het slik. Om de groei van nieuw riet te stimuleren, voert Staatsbosbeheer nu een zogenaamde moerasreset uit, door middel van een stuw. We staan hier bij de nieuwe stuw. En met deze stuw kunnen we het waterpeil regelen in het moeras van de Oostvaardersplassen. En wat we doen is de komende jaren langzaam dat waterpeil laten zakken, waardoor er meer droge stukken ontstaan in het moeras. En op die plekken gaat het riet zich herstellen. En hoe ver zijn jullie nu? We zitten nu in het tweede jaar van de waterstandsverlaging en we zien nu al resultaten. Je ziet daar bijvoorbeeld moerasandijvie, een bijzondere soort. En dat zijn ook de plekken waar het dus al droog gevallen is en daar zal het riet zich ook als eerste weer gaan ontwikkelen. Een groot deel van de Oostvaardersplassen bestaat uit grazig gebied. Ook dit deel is belangrijk als broed- en voedselgebied voor vogels. Het is ook het leefgebied van hekrunderen, koninkpaarden en edelhechten. Zij zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Deze grote grazers voorkomen dat het open gebied in bos verandert. Daarnaast trekken ze met hun uitwerpselen een enorme variëteit aan insecten, larven en wormen aan, die als voedsel voor de vogels dienen. We willen het grazige gebied verbeteren voor diersoorten die zowel van natte als van droge omstandigheden houden. Suzanne, hoe gaan we dat doen? Dit is een van de natte graslanden en daar willen we meer van hebben. Natte graslanden zijn heel bijzonder in Nederland en zijn een belangrijk leefgebied en doortrekgebied voor heel veel vogelsoorten. Denk aan de grutto en de kemphaan. En wat doen jullie dan om het leefgebied van die vogels te verbeteren? Wat we doen is dat we de natte graslanden uitbreiden. Dat doen we door middel van kleine lage dijkjes die het water langer vasthouden. En als dan in de loop van het voorjaar dat water verdampt, dan blijven er enorm veel insecten achter en larven. En dat is weer perfect voor de vogels om te eten. Om meer afwisseling in het vlakke grasland te creëren, is er op bepaalde plekken struweel aangeplant.
Dit bestaat uit verschillende soorten struiken en een klein aandeel bomen. Hier zie je een voorbeeld van een struweel wat al een paar jaar aan het groeien is. Dit gaat beschutting opleveren voor de grote grazers die hier bij kou en nattigheid kunnen schuilen. Daarnaast is het belangrijk voor de biodiversiteit. Meer afwisselende soorten en struiken leveren meer vogels en andere diersoorten op. En tot slot wordt het ook een aantrekkelijker landschap. Jullie hebben ook hekken neergezet in het gebied. Hebben die er wat mee te maken? Ja, dat klopt. Kijk, als je hier kijkt, daar zie je bijvoorbeeld een roos en daar een berk. Binnen die rasters daar hebben we struiken en bomen aangeplant. En die hekken staan eromheen om de eerste jaren die bomen en struiken te beschermen. De Oostvaardersplassen bestaat uit een kerngebied en een schil eromheen. Om de dieren een rustige leefomgeving te kunnen bieden, waar ze niet verstoord worden, is het kerngebied alleen tijdens excursies toegankelijk voor bezoekers. Wel willen de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer mensen meer mogelijkheden bieden tot natuurbeleving. Bij het moerasgebied komt er daarom een nieuw uitzichtpunt. In het grazig gebied worden op bepaalde plekken wallen opgetrokken. Excursies vallen daardoor minder op, waardoor vogels minder snel wegvliegen. In de schil van de Oostvaardersplassen is aan de natuurbeleving gewerkt door het Oostvaardersveld en het Kotterbos beter toegankelijk te maken als wandelgebied voor bezoekers en door nieuwe uitzichtpunten te maken. Nu worden de buitenste randen van de Oostvaardersplassen verder ontwikkeld, zoals het gebied aan de Trekweg. In de randzones om de Oostvaardersplassen leggen we wandelpaden aan, uitkijkplekken zoals deze. Zo wordt het een heel mooi onderdeel van Nationaal Park Nieuwland. Voor de natuur was dat het al. Voor de beleefbaarheid wordt het nu nog steeds meer het geval. Wat voor dingen zien we hier bijvoorbeeld, Suzanne? Ja, we staan hier op een nieuw uitkijkpunt. En we kijken hier uit over een gebied wat speciaal is ingericht voor de kiekdieven. We zien verschillende stroken. Die zijn ingezaaid met graan en bloemrijke mengsels zoals klaprozen en margrieten. Dat trekt muizen aan. En die kiekendief die houdt heel erg van muizen. Dus die komt hier graag eten. Ook het Kotterbos en in de nabije toekomst het Hollandse Hout worden verder ingericht, zodat je als bezoeker nog meer natuuraanbod hebt om van te genieten. De Oostvaardersplassen is een fantastisch divers natuurgebied. Van de Markermeer tot aan de A6, allerlei verschillende landschappen. Het was al een prachtig natuurgebied, maar met al deze ontwikkelingen wordt het nog mooier en beter beleefbaar. En daar werken we samen hard aan.